Ik ben hier in het schilderachtige plaatsje Sint Amans aan de Schelde. Achter mij de graftombe van een van onze grootste dichters, Emile Verhaeren, die hier samen met zijn vrouw begraven is. En van onder lees ik een prachtige spreuk. Ceux qui vivent d'amour, vivent d'éternité. Et ceux qui vivent de l'amour pour la bière, me suivent au restaurant. Als biersommelier is het mijn missie om bier aan tafel te krijgen. Ik neem u graag mee naar zowel leuke brasseries als toprestaurants die het aandurven om met bier te werken. Leer alles over inschenken, kijken, ruiken, proeven en combineren met gerechten. Cheers! Vandaag proeven we Leerlijke Witte Speld. Misschien niet zo bekend, maar toch vlot verkrijgbaar in deze gespecialiseerde winkel. Langs een zijarm van de Schelde in Sint Amans staat het restaurant Ebdiep, waar brouwer Leo de Smet me opwacht. Een leuke plaats om de Leerlijke Witte Speld te proeven. Goed idee, goed idee. Want het is ons aperitiefje, hè? Het is daarvoor meest geschikt, hè? En het is een biobier, Leo. Jij hebt een heel gamma onder lerken als biobieren, hè? Klopt, Ben. Er zijn er 4 op de markt ondertussen. Mm-hmm. Proost. Het is Witte Speld, boekwijd blond en boekwijd bruin. En dan de wilde vruchten op de basis. Wilde vruchten. En er komt nog iets nieuws ook nog, geloof ik. Ja, we zijn met een lerken lager bezig. Lerken die komt volgende maand. Een pils dus? Nee, een lerken lager. Oké, proost. Datzelfde. Hoe meer dat je ervan drinkt, hoe meer goesting dat je krijgt. Ja, het is dorstlessend. En het is niet zo zwaar. Want het is licht. Het is maar 5 graden, hè? Ja. Daar zit biotarwe in, hè? Spelt is dat eigenlijk, hè? Schitterend. Biologische tarwe, en dat zorgt voor dat fris, zuurig toetsje. En er zit ook wat citrustoets in, ook, hè? De mystiek Hildegard van Bingen zei in Delft al dat spelt de graansoort zal worden die in de 20e eeuw nog zal overblijven en zal gebruikt worden voor meer dan 100 producten, en dat is vandaag werkelijkheid in de bioketen. Een heel fris bier. Prachtig lentedecor. Ja, zeker. Waar komt de naam Lerken eigenlijk vandaan, Leo? Wel, een oude spoorwegbedding in Opwijk loopt nog steeds tussen Aalst en Londerzeel van een vroegere lijn die voorzien was tussen Antwerpen en Douai als economische route. Dat is de Lerkenroute, maar dat is genoemd naar een zekere... De laatste machinist van de route van die was die een lijn zekere Valère. Nee, in het klein woord is dat Lerken. Voilà. Ah ja, oké. Okay. Alleen we drinken op Lerken. En op Valère. En op Valère. Een lekker aperitief, maar wat gaat er in de keuken gebeuren? De broertjes Lambrechts hebben zeker iets lekkers bedacht. Dag chef. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ik heb de Lerken Witte Speld bij, hè. Om u nog eens uw smaakgeheugen op te frissen. Want u gaat daar straks een lekker gerechtje bij maken. En ik ben natuurlijk benieuwd wat dat gaat zijn. Kun je dat al zeggen? Ja, het is een gegrilde doraat met inktvis, calamar, met lobbonen. Mm. En daarbij het schuim van het speldbier van Lerken. En sabayonke? Een sabayonke, maar in feite heel luchtig geklopt. Heel luchtig geklopt, ja. Dat je een schuimkraag krijgt. Ja, bij zo'n fris tintelend bier en dan met lente buiten, denk ik wel dat een zwevende combinatie gaat worden. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, je hebt ook de smaak van de lobbonen dat heel goed gaat bij dat lerken. Mm-hmm. Lerken is ook zo'n beetje frissuurig. Ja, de lobbonen die hebben zo'n beetje soms de neiging van een klein beetje bitter te zijn. Ja. En dat geeft een goede combinatie met de twee. Maar dat frissuurige komt omdat hier tarwe in zit, hè? Biologische tarwe. We gaan eens proeven. Het
Dank je wel. Oh. Smakelijk? Een fris doradetje. Smakelijk? Ja. Wilde koningsbaars met schuim van witte speld, Lerke. We kunnen eraan beginnen, denk ik. Ten aanval. Ten aanval. Super fris daarbij. Hè? Het is een heel fris gerecht met die kruiden, die lobboontjes. Dan bier met dat citrustoetsje bij. Overheel, het was een lekker aperitief, maar het marieert ook heel lekker bij dit super lichte visje. Hè? Overheerlijk. Dus ik denk dat het knisperige van de tarwe en het citrustoetje in dit bier een goed huwelijk vormen met die lichte dorade. Want die is omgeven door zeer knisperige, frisse kruiden. Hè, zoals de dragon, zoals die lobboontjes, die ook dat citrus nog versterken. En dan daar zit wat calamari in en dat schuimpje van waar het bier in verwerkt is. Het is allemaal zo licht en zo fris. En kan niet beter, denk ik. Heeft het gesmaakt? Chef, het was formidabel. Dank u. We waren in de zevende hemel. En ik zou graag jou een kleine attentie willen aanbieden. Mijn boek met 30 recepten over beer en food pairing. En ik, heel leuk. Misschien kan je er wat inspiratie uithalen voor je keuken, maar dit was formidabel. Olivier, en de toekomst is aan het bier. Volgende week zitten we bij niemand minder dan Geert van Ecke van de Karmeliet in Brugge. Hij zal een pairing met Deus Brute Vlaanderen serveren. Als dat geen vuurwerk wordt. Three. Wow. Ready. Wow. Prachtig. Ho, 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 ho. Dat is goed, zeg.